We ontpoppen ons tot een ware clubwatcher van Arnhem-Muiden. Deze keer blijven we gewoon in het Zeeuws-Vlaamse, want Arnhem-Muiden wil vandaag de titel gaan pakken in Axel. Grote uitdager van RMU is MZC 11. Axel maakt nog kans op de periode, maar is daarbij afhankelijk van anderen. Spannende dag vandaag voor je? Nou, voor mij niet zo, denk ik, maar voor Arnhem-Muiden iets meer. Er staat toch nog een periode op het spel? Ja, dat wel, maar we zijn afhankelijk van Nieuwdorp en MZC. Nou, wat dat wordt, dat weten we niet. Gezond gespannen, denk ik. Ja, wel iets zenuwachtig als normaal. Lekker geslapen wel vannacht? Ja, ik heb goed geslapen, maar toen ik eenmaal wakker was, kon ik de slaap niet meer vatten. Ik was er om 8 uur uit. Het leeft wel in Arnhem in het voetbal, getuige de bussen die hier zijn. Ja, het is geweldig. 4 bussen waren binnen een mum van tijd vol. En er komen ook nog een berg mensen met auto's achteraan. Ik heb dat nog nergens meegemaakt op amateurniveau dat zo leeft. En dat is enkel maar geweldig natuurlijk. Een stapje hoger is een must voor Arnhem-Muiden? Nee, absoluut geen must. Het is ook wat het bestuur mij eigenlijk meegegeven heeft aan de vooravond van dit seizoen. Maar het zou wel wenselijk zijn. Dan de opstellingen. Axel begint met de volgende 11. Arnhem-Muiden doet het in deze samenstelling en heeft een sterke bank met onder andere Marinus Baas, Mark van Hanegem en Leon van Belze 1. Hier nog een overzichtje van de stand. Arnhem-Muiden heeft nog een marge van 2 op MZC, maar die spelen vandaag tegen een uitgekleed Nieuwdorp. En ook deze week weer een meer dan voldoende sfeer vanuit het Arnhem-Muidenkamp. En dat op een goed gevuld sportpark in Axel. 5 bussen vanuit Arnhem-Muiden en nog meer dan voldoende auto's. Als de oranje rookpluimen zijn weggetrokken, deelt Arnhem-Muiden het eerste spel de prikje uit. Maar Sierenveld komt niet helemaal lekker uit. Dan eigenlijk de eerste serieuze aanval van Axel. En het zondagschot van Wouter Boeien verdwijnt direct in de bovenhoek. Binnenkant paal binnen, veel lekkerder kun je ze niet maken. Een goal die zeker een herhaling verdient. En Arnhem-Muiden loopt dan al snel achter de feiten aan, want MZC staat ook al 1-0 voor. Axel gaat door en de bekende kampioenspanning speelt Arnhem-Muiden toch parten. Hier half verdedigend werk van de Ridder. Na een half uur lijken de bezoekers een beetje van een schrik bekomen te zijn en Arnhem-Muiden laat dan een beetje zijn tanden zien. Hier ook een vrije trap, maar het rollertje van Schaier belandt in de handen van doelman Meesen. Hoekschop de Wolf en Boeien met de kopbal, maar een heerlijke redding van Balk. Bijna de tweede goal van de linksachter. Toch blijft het spektakel nog een beetje uit voor de circa 400 toeschouwers. En dan haasten ze zich een weg naar de droge kantine. De tweede helft, waar Axel toch ook gelijk nog de aanvallende intenties laat blijken. Maar de meeste schermutselingen zullen toch voor dit doel plaatsvinden, want Arnhem-Muiden versiert hier een vrije trap. De vaste vrije trappen nemen Schaier in plaats achter de bal, maar ook deze keer weer geen succes. Hier ontvangt Wenner van Belsen zijn eerste gele kaart. En dat is er een met gevolgen zal laten blijken. Dan gooit Arnhem-Muiden een belangrijke troef in de strijd. Marinus Baas. Van Belsen legt hier af op Poortvliet. En zijn schot wordt nog van richting veranderd. En hier komt Baas hardhandig in aanraking met keeper Meesen. Het spel lag dan ook geregeld stil in Axel. Dan moet Arnhem-Muiden verder met 10 man, want hier krijgt Wenner van Belsen zijn tweede gele prent voorgeschoteld. Meer ruimte dus voor Axel. Invaller van Drongelen krijgt de kans de bal over de doelman heen te spelen, maar twijfelt te lang, waardoor de kans dus voorbij gaat. Het spel golft heen en weer in deze fase. Hier is Baas, maar een goede reflex van Meesen. Jesper Poortvliet weer op avontuur, maar weer eindigt zijn schot naast. Poortvliet, zeer aanwezig deze wedstrijd. Baas ontvangt de bal in de 16 en krijgt een goede mogelijkheid uit te halen. Helaas buiten het zicht van de camera. Gelukkig hebben wij de herhaling nog.
Hier wil Leon van Bel zijn 2 in strafschop. Maar daar lijkt toch weinig aan de hand. Het spel wordt wat grimmiger. Vooral Poortvliet en Arnoutsen zijn deze wedstrijd geen vrienden van elkaar. Weer diezelfde Poortvliet. Brengt de bal met een gelukje tot bij Van Belzen. En dan de kans voor Arnemuiden om nog iets te beslissen. Maar weer is daar Meuse, de keeper met een Arnemuiden verleden. Weer wat gesteggeld tussen Poortvliet en Arnoutsen. En dan gebeurt er iets buiten het zicht van de camera. En wordt Poortvliet het veld afgestuurd. Vervolgens loopt trainer De Jonge onder in beeld ook richting de scheidsrechter. En ook hij kan luttele seconden later plaatsnemen achter de boarding. Ja, Poortvliet gaat daar met 2 gestrekte benen in op Arnoutsen. De rechter rode kaart. Van Koeveringen nog met de kans. Hij raakt de bal half. Nog een kans aan de andere kant. Van Drongelen mikt iets te hoog. Er wordt nog lang doorgespeeld, maar Arnemuiden weet de belangrijke gelijkmaker niet te maken, waardoor er geen beslissingswedstrijd gaat komen. MCC wint van Nieuwdorp en mag zich kronen tot kampioen. Arnemuiden, waar de frustraties hoog oplopen, mag zich opmaken voor de na-competitie.